Racen, Formule 1, Max Verstappen, momenteel heel populair allemaal. Maar in dat genre hebben we ook gewoon heel wat bordspellen. Ik heb hier twee meegebracht, Formula D, Downforce, twee heel goede spellen die zich in die hobby eigenlijk afspelen. Formula D, ik heb hier het bord van Monaco op liggen, ook wel heel leuk dat je op dat circuit dan kan spelen. Daarop ga je racen, probeert uiteraard de eerste te zijn. Om beurt gaan we met de dobbelsteen gooien, maar die dobbelsteen is dan weer afhankelijk van in welke versnelling dat we zijn. Hoe hoger de versnelling, hoe groter de dobbelsteen, hoe hoger we kunnen gooien natuurlijk. Maar hou natuurlijk ook rekening met het parcours. Er zijn heel wat bochten. Dan mocht je niet altijd maar gewoon voluit doorknallen. Dan moeten we wat afremmen. Af en toe eens stoppen om te maken dat we die bocht goed kunnen nemen. Want anders loopt onze auto uiteraard wel heel wat schade op. En we willen natuurlijk heel huids over de finish geraken. Heel leuk spel om te doen. Ook Downforce. Heel fijn spel dat gespeeld kan worden. Hier gaat het iets meer om het wedden aspect van het racen eigenlijk. Het is niet zozeer wie geraakt als eerste over de finish, ook al geeft dat wel wat geld natuurlijk, maar wie juist kan inschatten wie gaat winnen, dat is veel belangrijker. Jullie gaan bieden op welke auto jullie gaan sturen. Onderweg gaan jullie verschillende keren een weddenschap mogen doen om te zeggen welke auto gaat eerst zijn. En op het einde van de race, wie het meeste juist gewet heeft, gaat het meeste geld incasseren en uiteraard het spel winnen. Alle twee heel leuke spellen. Formula D duurt wat langer, is ongeveer een uur, misschien anderhalf uur afhankelijk van het aantal spelers dat je speelt. Maar wel heel plezant om te doen, heel spannend om te doen. Downforce daarentegen, wat meer dat weddenschap effect, wat ook heel tof is om te doen, speelt heel wat sneller daardoor wel. Op ongeveer een half uur is die gespeeld. Maar zijn eigenlijk alle twee toppers in hun genre. Dus ik hoop dat als je nu een racespel zoekt, of misschien als Max Verstappen er eentje zoekt, dat hij een van deze twee is uitprobeerd. Vond je het leuk om naar te kijken? Like dan onze video's. Abonneer zeker op ons YouTube kanaal, waar we wekelijks nieuwe video's posten.